Wow, dit is verrekt. Koken met Jordi is gestrand langs de snelweg A73. En het jaaroverzicht 2017 van de cliëntenraad Werkende Rode Jeugd. Dit is het Buur en Weekjournaal van week 18 met Ronnie en Levi. Koken met Jordi komt deze keer vanuit de Laplace-vestiging op de A73 bij Van Rooy. Onze meesterkok Jordi gaat samen met chefkok Bart Tonijn salade maken. Ik ben heel erg benieuwd. Yum, 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 yum. We zijn hier in bij Laplace in Van Rooy en we hebben we praten met Nicole. Nicole, jij bent chef van deze Laplace-organisatie. Dat klopt, ik ben hier de manager van locatie Van Rooy. Dat is wel fijn hè, dat je zo'n grote organisatie als Jumbo achter de hand hebt. Hartstikke fijn, we werken nu ook dagelijks met verse producten. En hoe vond je het doe, om dit te maken hier? Super mooi. Hebben we al lang dat programma Koken met Jordi? Ja. Ja? Ja. Hoe lang al ongeveer, denk jij? 3 jaar. Als je die 3 jaar die bekijkt, heb je ook iets wat je echt leuk vond, weet je, van. Dat was anders. Ik vond het ook wel heel leuk. Dit was leuk, hè? Hier bij de organisatie heb je ook nog waarjongers gewerkt, hè? Ja, ja, inderdaad. Wij maken ook wel eens gebruik van waarjong medewerkers. En vooral, dat maakt eigenlijk niet uit of in de keuken of diner. Die mogelijkheden zijn er nog. Ja, als we maar lekker hard kunnen werken. Dat moeten we allemaal. Dit was Koken met Jordi vanuit Laplace in Van Rooy. Nou, die tonijnsalade zag heerlijk uit. Ik heb er gewoon zin in gekregen. Wat jij, Liffy? Ja, ik ook wel. Heerlijk. Ja. Het jaaroverzicht van de cliëntenraad Werken Rode Jeugd is klaar voor zijn presentatie. Het weekjournaal ging op pad naar de Nijmeegse baan. Jeffrey en Fred vertellen wat erin staat. Kijken jullie ook mee? Het jaaroverzicht 2017. Wat was heel belangrijk voor jou? Het internet. We hebben nou wifi op de trein. Bijenkorf die is vernieuwd. Middenpleintje, dat waren eigenlijk al punten waar we veel aandacht aan hebben besteed in 2017. Jullie zijn heel tevreden over het wifi? Ja, dat is goed gelukt. Daar zijn we heel tevreden mee. Ik heb nog wat gelezen. Jullie hebben als beloning... Ja, hebben we gevierd met taart. Dat was zeker de moeite waard. Zeker. We hebben hier ook nagedacht over een middenpleintje, waarbij gewoon allemaal toestellen bij elkaar worden gezet. Dat de groepen hier kunnen gebruiken, zoals voetbal, dat er voetbaldoelen staan. Daarna hadden we ook nog iets anders en dat was het uitgaan. Dat wordt ook nieuw. En groepen worden dat samengesteld, dat die groepen ook uit kunnen gaan, wat ze normaal voor hun een beetje verboden was. Maar als dat ze daar meer vrijheid in krijgen, dat wel zou mogen. En dan dat er een begeleider meegaat om dat toe te staan. Als je mee wil praten over Plurijn of dat je denkt er kunnen dingen verbeterd worden. Ik zou zeggen, meld je aan, kijk op de site. En misschien zien we jou binnenkort bij de cliëntenraad. Wat gaat een jaar toch snel? Leuk om terug te zien, toch, Ronnie? Inderdaad, ik verheug me nu al op het jaaroverzicht 2018. Jullie ook? In verband met Hemelvaart is er volgende week geen journaal. Maar wel een nieuwsflits van het 5-jarig jubileum van Brinkidee uit Wijchen. Verder in de agenda. Op woensdag 9 mei is er de dag van jouw arbeid in Koude Theater van 4:00 PM tot 20:00 PM. Dus noteer het in je agenda. Achterop. In de zijspan of op een trike.
Bewoners van het Hietveld kunnen kiezen tijdens de motordag op 26 mei. Net voor moederdag op 12 en 13 mei is er een gezellige plantenmarkt bij de groenopleiding van het Ria College en de Werkende Rode School in Groesbeek. Mam, kom je ook? Dit was Plurijn Weekjournaal van week 18. Blijf op de hoogte via onze socials. Een fijn weekend en tot over 2 weken. Doei! Doei doei!